Nou, we hebben gelezen dat je op de MAVO begonnen bent en eigenlijk best wel veel opleidingen hebt gedaan. Maar is het altijd zo geweest dat je HBO wilde gaan studeren? Ik ben Jacques Pijnappels en ik werk 18 jaar op de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbos. Ik ben daar docent aan de opleiding voor maatschappelijk werk en dienstverlening. Vanaf september 2008 doe ik een praktijkstage bij de Stichting AZ Algemeen Maatschappelijk Werk in Veghel. Ik vond het wel belangrijk dat ik wat meer feeling met de praktijk zou hebben. En ik wilde ook wel eens weten hoe het zou zijn om een andere doelgroep dan studenten te trainen. Nou, ik was eigenlijk benieuwd in hoeverre je eigen beeld van het werkveld klopt met de werkelijkheid. En wat is het verschil met het onderwijs? Mijn stage heb ik gelopen in het Amfia ziekenhuis in Breda. Bij de medische microbiologie. Het was de bedoeling dat er een minor medische diagnostiek opgezet werd. En de stof was me wel bekend, maar dan om het je weer eigen te maken, is het heel handig om eventjes de praktijk in te duiken. Kijk, dit is bacteriën die is hemolytisch. Die is hemolytisch. Dan kan je, als je hem tegen het licht houdt, kan je het goed zien. Ja. Zie je? Het is heel fijn dat docenten de moeite nemen ook om ook de echte praktijk bij te houden. Het is misschien onaardig om het zo te zeggen, maar zo is het wel. Want zij moeten natuurlijk overbrengen aan de studenten. Want je weet hoe je iets moet doen, maar je moet ook de achtergrond van de patiënt in beschouwing houden. En ja, dat kan je als student niet leren. Dat leer je in de praktijk. Een heleboel beoordelingssystematiek, performance management, eigenlijk dat soort onderwerpen. Ik heb onlangs stage gelopen bij Interaction Groep. Dat is een trainings- en adviesbureau in Eindhoven. Ik hoopte eigenlijk dat ik zowel op de advieskant als op de trainingskant wat dingen mee kon kijken. En dat is ook gelukt. Daarnaast heb ik ook zelf trainingen uitgevoerd. En dus een hele andere doelgroep dan studenten. Want ze zijn vooral werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Ja, dat kwam heel duidelijk naar voren. Ja, dat kwam duidelijk naar voren. Hè? Onvoldoende opzetten, sturen en beheersen van. Ik denk dat het wel zo is dat ze gewoon, de studenten vaak moeten leren van, god, ze hebben van alles en nog wat in theorie gehad, ze hebben er beelden bij, maar hoe gaat dat nou in het echte, hè? Hoe gaat dat nou in de praktijk? In die zin denk ik dat het heel erg leuk is als een docent mee kan kijken en zeggen, nou, laten we eens kijken hoe dat dan gaat in het bedrijfsleven en wat wordt daar allemaal ontwikkeld. Ik geef les bij de opleiding elektrotechniek al 18 jaar. En momenteel ben ik weer anderhalf jaar, twee dagen per week, bij ASML aan het werk. Eerst als stage en nu gedetacheerd. Vooral de manier hoe men in het bedrijfsleven werkt, hoe daar mensen met elkaar omgaan. Hè? Want de techniek, die is daar hoogstaand en misschien gaat die wel te ver voor hier de opleiding. Maar de manier van werken en de manier van communiceren en ook daar... Draait het allemaal om mensen en hoe mensen met elkaar omgaan. Hè? En dat is toch wel heel leerzaam om dat mee te kunnen nemen naar school. Als allereerste staat op de lijst Peter van der Elzen. Het sprak me heel erg aan om weer gewoon de dagelijkse praktijk even te ervaren, mee te maken. Om te zien hoe het op dit moment is. Ik voelde het ook wel een stuk als een uitdaging. Ik weet niet wie de aanmelding aangenomen heeft. Ja, hij heeft mij gebeld. De huisarts die had het idee dat het spanningsklachten waren. En daar kwam ik wel uit in een gesprek dat die spanningsklachten met zijn werksituatie te maken zouden hebben. Maar privé zou het ook niet helemaal goed gaan. In de zin dat hij relatieproblemen zou hebben met zijn vrouw. Goed, ja, ik zal een afspraak met hem maken en een intakegesprek doen. En kijken wel wat er allemaal aan speelt. Peter, je hebt je aangemeld via de huisarts. Ja, ja. Op advies van de huisarts. Ja, op advies van de huisarts. Ja. Ik zal even kort zeggen wat de bedoeling is van dit gesprek. En dan kijken wat we verder daarmee gaan doen. Voor mij was het een ideale gelegenheid om even iets anders te gaan doen. Niet volgepland worden met onderwijs en allerlei andere taken.
Maar echt even uit die dagelijkse hectiek, zeg maar, van het onderwijs stappen en even heel iets anders doen. En tegelijkertijd ook weer het werken, de praktijk van dichtbij aan de lijve ervaren om daarmee ook mezelf op te frissen. En nieuwe ideeën op te doen om straks weer mee terug te nemen als ik weer het onderwijs instap. Welke strategie hadden jullie gebruikt? Rationeel ook. Waarom heeft niemand voor de processtrategie gekozen? Dat is moeilijk. Ja, ze geven wel praktijkvoorbeelden. En ja, als nu zaal natuurlijk niet alles te stage, maar ze zeggen wel vaak van ik heb dit meegemaakt in het werkveld. En ja, daar haal je natuurlijk wel dingen uit, want dan zie je wel hoe het, want ja, het is allemaal een beetje opgezet. En ja, uit de praktijk dan weet je hoe het ook kan gaan en hoe het in het echt dingen worden gevormd, zeg maar. Ja, in de jaren kan er veel veranderen in het bedrijfsleven, dus als ze dan weer met voorbeelden kunnen komen uit deze tijd, is voor ons alleen maar fijn natuurlijk. Want dan zou het bijna zijn, dus maar goed dat je niet voorbereid hebt. Nee, maar ik wist de antwoorden wel, ja. Maar ik vind het altijd lastig als ik me niet voorbereid heb hoe ik dat precies moet verwoorden. Ja. Dan ga ik dingen herhalen en... Ja, vonden jullie dat ook? Dat ze dat niet goed verwoorden en dingen herhalen? Ja, ik heb het wel goed les, vind ik. Duidelijke praktijkvoorbeelden vind ik wel heel erg makkelijk. Ja, nou loopt hij zelf stage bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. En dan koppelt hij dat zeg maar elke week zeg maar terug naar ons. En dat vond ik wel heel erg fijn. Dat geeft wel duidelijk voorbeeld en duidelijk ja, hoe het dan ook echt in de praktijk gaat. Ja, hij verzint het niet. Hij heeft het gewoon diezelfde dag bij wijze van spreken nog meegemaakt. En dan vertelt hij het bijvoorbeeld 's middags aan ons in de klas. Dus dat is wel prettig. Veters enten is niet moeilijk. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Je maakt een suspensie van een kleine hoeveelheid van het materiaal, ongeveer een echte grootte, in fysiologisch zout. Ik denk dat ze inderdaad heel veel weet van het bedrijfsleven. Dus bijvoorbeeld ook heb je op ziekenhuis al een computersysteem. En ja, dat kan zij moeilijk nabootsen, maar ze vertelt er wel iets over. En ze neemt ons wel mee naar een lab bijvoorbeeld waar dat... zo is. En dan krijgen we uitleg over het computersysteem wat daar is. Docenten zijn goed opgeleid. Ze geven voorbeelden uit praktijk. En, waar je op moet letten straks als je zelf het werkveld op gaat. Afhankelijk van welke kant je op gaat met je touw-i. Is de frequentie te hoog, dan moet hij dus naar beneden toe, de touw-i. Ja? Nou, op zich hebben we op deze school best veel leraren die praktijkervaring hebben. En dat is wel fijn. Dat hadden we op de MTS heb ik dat ook gehad. En de terugkoppeling zie je dan meteen. En ja, ik kan ook praktijkvoorbeelden noemen. Ik bedoel, zeker dit stuk voor mijn eigen werkomgeving komt dat wel heel ver terug. Dus problemen die je hier voorgelegd krijgt als zeg maar studieopdracht, dat zijn problemen die we in de praktijk ook wel eens tegenkomen. En dat is wel heel leuk. Dat eigenlijk de omgeving waar ik in terecht ben gekomen wel heel fascinerend is. Hè? Dus de hoeveelheden geld en de stofvrije ruimte, allemaal hele rare omgevingen waar ik nooit in geweest was. Hè. Maar toch wel een nieuwe wereld is opengegaan. De vaardigheden die ik met het geven van die training heb opgedaan, die heb ik ook weer kunnen gebruiken tijdens training op Avans Hogeschool. Ja, en je kunt de laatste ontwikkeling kun je vertellen. En ik merk dat het al heel verfrissend was dat je weer verhalen hebt van nu uit de praktijk, die je direct mee kunt nemen in je lessen. Ik zou iedereen aanbevelen om te proberen ergens een kijkje te nemen en eens rond te kijken van ja, waar wil ik me nog eens in gaan verdiepen.